op Palma de Mallorca. Dat is een eiland van de Balearen. Is vandaag de 12e en laatste wedstrijd gereden van de Wereldbeker wielrennen. Het was een individuele tijdrit en ze werd gewonnen door een Belg, Johan Bruineel. Michel Wuits weet er alles van. Veel belangstelling krijgt de zogenaamde apotheose van de Wereldbeker niet. Nogal wat toppers bedanken voor de eer. Geen Indurain, geen Chiappucci en de klassiekere winnaars De Wolf en Redant houden het al een tijdje voor bekeken. De 57 kilometer lange tijdrit moet de bekroning worden van de regelmaat van Olaf Ludwig. De 32-jarige Duitser, sedert Parijs-Roubaix leider in de wereldbekerstand, heeft voor de start een ruime voorsprong van 32 punten op Cassani en Alcala. Alleen een zege van een van deze twee en een rotprestatie kan Ludwig nog van de eindzege houden. De winnaar van de goldrace doet het niet zo goed. Ludwig wordt pas 14e op bijna 4 minuten van de winnaar. Maar hij pakt wel de wereldbeker. Ludwig, die prof werd in 90, volgt daarmee zijn ploegmaat Mauricio von der Jest op als overwinnaar van dit regelmatigheidsklassement. Een mooi afscheidsgeschenk meteen voor Panasonic, dat ook de wereldbeker voor ploegen won. Winnaar wordt onze landgenoot Johan Bruineel, voor velen een verrassing, maar wie Bruineel de jongste weken bezig zag, weet beter. Bruineel reed een uitstekend WK en was goed op dreef in de ronde van Lombardije. Bruineel wint met 5 seconden voorsprong op de gedoodverfde favoriet Tony Rominger. Jekimov wordt derde voor Zulle en Wegmuller. Voor Bruineel, die na een val in de ronde van Spanje geruime tijd buiten strijd was en de Tour aan zijn neus zag voorbijgaan, is het de derde zege van het seizoen. Hij won ook al een rit in de ronde van Spanje en de Copa Placci. Na De Wolf in Luik-Bastenaken-Luik en Redant in Parijs-Tours is het de derde Belgische zege in een wereldbekerwedstrijd dit seizoen.